Hey, Bankzitters. Nee! Dat jullie best fan van mij zijn. Nee. Het is wel leuk om een filmpje voor jullie in te spreken. Hey, Primeman! Kom eens! Wil ik dansen? Dat is op die heuf, hè? Zo. Volgende vraag. Hartstikke idee. Geluk zit in hele grote dingen. Ik zal even kijken. Ik ook. Hartelijk welkom bij De Knop. Wij zijn de Bankzitters, dit is De Knop en dit is het soundboard dat vandaag wordt bestuurd door... Ah, sorry, dat was realistisch, maar ik ben het. Ja. Ik wil in ieder geval wat zeggen, er zijn allemaal leuke nieuwe dingen toegevoegd aan het soundboard. Ik ga er nog een paar bewaren voor later in de aflevering. Dus wij kunnen nu op de knop drukken? Ja, dat kan wel. Nou, dan doen we dat. Wie van jullie is het meest cheesy? 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 Kazig. Beetje kazig. Maar cheesy, hoe definiëren we dat? Als in van, ik heb zo'n fijne dag gehad met mijn B. Ja, zo, ja ik wilde jou zeggen. Ik? Ja. Ik heb nog nooit gezegd dank voor de support al die jaren. Je gaat wel lekker koekjes bakken. En jij gaat ook koekjes bakken met je vriendin. Kunnen we trouwens ook even ja, doen? Nee, ik hou van koekjes bakken met mijn vriendin, ja. Dat is toch cheesy? Nee. Dat is geen kaaskoek. Dat is wel redelijk cheesy. Ik vind dat niet cheesy gedrag. Nou oké, online niet cheesy, offline cheesy. Maar wie is er online dat is nou cheesy? Kijk, ja, dan Roel. Ja, dan Roel. Ja, dan Roel, ja. Zo. Ja, jij hebt nog eens gezegd van bedankt voor dit en dat. Ja, jij ook. Nee. Zeg eens bedankt. Nee. Nee, dat kan niet. Ik weiger het gewoon. Nee, maar ik ben er wel mee eens dat het dan wel meer... Ja, 100% rol. Wij vinden echt alles cheesy als je gevoel laat zien. Vinden wij ook cheesy. Klopt. Ja, gast. Ja, dus jij bent de enige die dat online kan, denk ik. Omdat ik de enige ben die gevoel heeft. Nee, dat zou misschien ook goed het geval kunnen zijn. Gratis vermogen. Zoek aan tafel. Is het ook cheesy als je zo'n tweet vastmaakt die dus bovenaan staat, waar dan staat hoeveel je gedoneerd hebt aan een goed doel? Is dat cheesy? Dat had ik wel. Dat is ook best cheesy. Van, maar Koen heeft ook een post met hoeveel geld hij heeft opgehaald voor het goede doel. Ja. Ja. Heb je ooit geld opgehaald voor een goed doel? Jazeker. Ja, ik heb ooit met Giel van 5 met jou meegedaan, maar dat is oprecht denk ik 5 jaar geleden. Ja. Dat wel, ja. Oeh, serieus? What the fuck? Nou, druk op die knop, anders doe ik het. Zat hem erin. Hartstikke idee. Geluk zit in hele grote dingen. Ik zal even kijken. Ik ook. Geluk zit in hele grote dingen, maar kan ook in de kleine dingen. Hoezo? Nee, ja, dat is de stelling dus. Waar word je nou echt gelukkig van, Milo? Van een mooie Instagram-foto. Ik kan van een amaretto colaatje kan ik best gelukkig worden. Ja? Ja? Maar dat is meer de alcohol, dat dan bepaalt. Ja, van een mooie werkprestatie, man. Nou, ik heb wel, en dat is nu ik dus in mijn nieuwe huis woon, als dan de zon schijnt in de ochtend, dan schijnt zo de zon naar binnen precies zo mooi voor die foto's. Reflecterend via het water van de grachten. Ja, en dan word je wakker en dan zie je die zon en denk je van, ah. Jezus, ik voel me best wel goed. Echt een geluksmomentje verder. Ja, daar ben ik wel blij van, ja. Elke ochtend? Nee, niet, want het is meestal grijs en dan ben ik depressief. Dus meestal heb ik gewoon een kut aan. Winterdepressie is een ding, hè? Winterdepressie is een ding. Ja, dat weet ik. Maar ik vind dat wel, hoor. Als je inderdaad, als ik 's ochtends zo, bij mij komt de zon op in de woonkamer. Ja, mooi. En als dan de zon schijnt, is het toch, dan denk je, oh mooi. En als het zo grijs en regent, dan denk je, ja. Maar ik wil niet zeggen dat jij iemand die dan wordt, net nieuw opgemaakt bed en dan zo lekker krakelig nog van een robijn was meer. Dan ga je dat zo lekker inkruipen met je kleine lichaampje. Zo lekker met zo'n ik ben zo gelukkig. En dan ga je onder de dekens omdat je zo klein bent. Ga je nou eerst op je kop heel even lekker met je dommelen. En dan kom je vriendin binnen en die wil gewoon lekker tegen je aankruipen. En dan is het echt het leven, weet je wel. In één keer weer het moment verpest. Nee, jij snapt het niet. Mat begrijpt het. Nee, maar ik vind wel dat je gelukkiger wordt van de zon dan van een dag. Zeg maar als je zo ochtends wakker wordt, hoor. Jij zei net van nee, het boeit me niet, maar het boeit wel hoor. Maar het boeit jou dus. Dus uiteindelijk is Rob toch net cheesy. Cheesy. Maar ik hoop dat het grauw is. Ik weet wel iets waar Rob best wel gelukkig van. Dat reflecteert mijn persoonlijkheid. Ik weet wel iets waar Rob best wel gelukkig van wordt. Maar wat heb je liever? 365 dagen dat lekkere ochtendkoppie met het zonnetje en die krakelige dekens? Of 1 keer een RS3 kopen? 1 keer RS3. Ja, dat is de grote ding. Dat is niet cheesy. Dan zijn we er toch. Speel onderbeurt in 60 seconden Pictionary. Hey, Primannetje! Primannetje! Ik ben echt slecht met het soundboard. Jullie zijn mijn team. Ik heb in de comments gelezen. Nee, Roel mag bij jullie. Wij pakken Roel. Wat leuk gedaan. Ik zoom het even uit, want ik wil dat gesprek helemaal niet horen. Dat is alleen maar slecht voor mijn gevoel. En duidelijk tekenen. Ik ga tekenen. 3, 2, 1, go. Oké, op. Teken is. Teken. Hey. Oh, mag dat niet? Mag dat niet? Nee. Laat hem op een kaart pakken. Teken gewoon wat je zag! Jij speelt altijd vals. Even kijken, dit is... Een voet. Ja, een huis. Een voet. Een voet, voetbal. Een voet. Hey, nee. Ja, hij zegt zijn voet, dus dat klopt. Fout, het is geen voet. Het is een handje. Het is een handje. Klein voetje. Ja, nee. En die doet zo daar aan. Voeten aaien, voeten strelen, voetmassage. Ja! Ja! Woe! jou 30 seconden. Voetmassage, bro. Minder wel dan leuk. Dank. Puntje. Ik moet ook zeggen, echt duidelijk de voetmassage. Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat Matty het best kan tekenen. Ja, als het Pinions is. Alsjeblieft, Pinions. 3, 2, 1, een half. Go. Oh ja, dit is echt super handig. Een huis. Tafel. Een doos. Een glijbaan. Het is een... Oh, een massagetafel. Een fysiotafel. Hoe heet dat? Is fysio goed? Ja, mag ik niet zeggen. Fysiotherapeut. Ja. Fysiotherapie. Ja, fysiotherapie. Hey. Fysiotherapie. Fucking goed, ouwe. Hé, kijk! Had een kaartje verkeerd om. Hey, alsof ik dat van hier kan zeggen. Was dat langer zin? Poppetje. Het ruimmannetje. Piemel. Het is een man en een vrouw, denk ik. Huwelijk. Verliefd. Trouwen. Daphne de Laat. Mannen, wat een grote joker. Draai. Wat een piemel. Korfbal. Het is mannen en vrouwen, dat is bij korfbal. Dit is paardrijden en voetballen. Hij rijdt dus op. Mag je niet zelf? Nee, jongen. Oh, dan haken we de weg. Je hebt het niet gezien toch? Nee. Maar iets met sporten, vrouwen- en mannensport. Mannen- en vrouwensport. Ja, ik zei net op korfbal, want dat is een vrouwen- en mannensport. Vrouwen- en man. Iets met vrouwen- en mannensport. Een Engels woord, Rob gaat dat never nooit raden. Koppel workout. Ja, dat had ik raden. Zo. Koppel workout. Maar als jullie zeggen man- en vrouwen sporten, ja, dan gaat dat wel de goede kant op. Maar het feit dat jij dat nog naar het Engels moet vertalen is meteen al een dikke L. Ja, een moeilijk woord hoor, Milo. Het zijn eigenlijk zelfs twee woorden. Als wij hem nu raden, winnen we. Ja. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, go. Niet lezen, Map! Ik zie hem gewoon kijken, maar dat hoefje zo meekijken. Nee, ik heb niet gezien. Ja, ik wil ook dat Roel het alleen mag doen. Want ik weet namelijk dat het een tip is. Ja, maar dat nog niet. Hallo, niet praten alsjeblieft. Nummer 1 hit. Anto. Suzanne Freek. Oh, dat is wel pittig hoor, deze. Love Song. Gaat het nou draaien? Nee. Duet. Nee. Koppelworkout. Oei, de tango. Dansen, salsa dansen. Tango dansen. Ja! Tango dansen. Tango dansen. Nou, mensen. Hoe kom jij op tango? Ik denk jullie zelf hebben gezien. Tango, dat is toch... Tango ga je tango dansen. En de tango, ken je de tango niet? Jawel. Doe eens even voor. Dat liedje van Boombalango. De tango is toch dat je zo staat? Kom eens op. Hey, doe maar Primannetje, ik ga niet met jou dansen. Hé, Priman! Kom eens! Wil me dansen! Wil je samen met mij op een foto voor Instagram? Ik laat even een drankje ervoor weg. En dan doe je dus zo, die tango gaat dus zo. Dat je dan zo doet. Zo. Net op die heup, hè? Zo. Dit toch? Dit is zeker. Nog niet. Maar ben jij... Ja, heel goed. Is dat het? Gast, hou op, ik ben geil. Oké, goed. Mooi Pictionary. Volgende vraag. Welke film heeft de hoogste IMDb rating? Interstellar, Inception of Jurassic Park? Nee, maar die Interstellar heeft ook Interstellar ook heel hoog. Volgens mij is die... Ik denk ook Inception. Volgens mij was het heel hoog Inception, is die Interstellar eroverheen gegaan. Jurassic Park is het niet, die heeft ook wel hoog. Interstellar overheen? Ik heb die nog nooit gezien. Heb ik ook nog nooit gezien. Oh, nou. Lang geleden. Ik gok dat... Emotioneel. Inception heeft een 8,6. Interstellar heeft een 8,4. Oh, dan ben ik misschien in de war. Jurassic Park heeft laag in de 8. Ik denk dat Inception... Er was echt zo'n hype en dat daarna mensen dan... Oh, je vindt Inception leuk. Ik ook hoor. Ik denk dat ook wel mensen dat gaan downvoten. Ja. Ik ben dus naar Inception geweest laatst toen... Ja, tijdens corona was dat de enige ongeveer wat nog draaide toen. Daar gaan we. Ja, 8,1 zei Jurassic Park. Ja jongen, maar ik weet dat soort dingen allemaal. Ik ben echt een filmkenner. Ja, ik heb al mijn huiswerk gedaan. Klik maar op de knop. Wie van deze twee zit echt op? In de hele wereld! Hoi! Molen! Molen! Hallo dames. Jullie zitten op handbal. Ja. Allebei. Dat kan niet, ik kan niet. Moeten we niet vragen of de dames zich even kunnen voorstellen? Ja. Oké, ik ben Kobe. Ik ben Henny. Hi Kobe. Ik ben Kobe niet aan basketbal. Ik wil het zeggen. Henny en Kobe, wat zijn jullie posities in het veld? Ik ben aanvalster en ik doe cirkellopen. Oké. Ik ben keeper. Keeper! Geeft die boos? Keeper of keepster? Keeper. Ze gooit al echt. Dat zou kunnen. Klembast, hè? Zijn jullie Tess Wester trouwens, onze keepster? Jullie? Die zijn ook in het Nederlands elftal. Even testen. Nederlands elftal, oh shit, dat mag niet. Of zijn het er wel 11? Jawel, nee, het zijn er geen 11. Hoeveel zijn er dan? 7. 7? Klopt dat? Ja. Wat mij opviel is toen jij vroeg, Kobe, mag ik de bal? Dat ze hem bovenhand zo gooiden. En best wel hard ook. Ja, stevig. Stevig gegooid. Kijk, en typische handballenworp. Ja, want anders zou je misschien zo onderhand. Maar dat was niet zo. Ik vind Kobe verdacht stil. Ja, maar dat is misschien een tactiek. Kan een tactiek zijn. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het wel. Ja. Ik ook, denk ik. Ja, maar dat zeiden we vorige keer ook. Toen hadden jullie 4-5. Dus ik ga weer voor de onverwachte keuze. Dus je schrijft op wie het echt is? Ja. Matt en ik hebben hetzelfde. We hebben allebei niet Kobe, maar ik ben de naam van Henny. Henny. Jij hebt toch gewoon echt Kobe? Wij hebben wel Kobe. Ik heb dus wel Kobe. Nee, ik vond zeg maar 20 jaar op handbal, dat vond ik wel laat. Zeg maar kort. Nou, ik denk dat het... Henny wordt helemaal enthousiast. Het is als het over handbal Wie is het? Jullie mogen het vertellen. Vertel het maar. Henny. Top. Ik heb ook verloren. Dankjewel, dames. Dus wat het nou als meerderheid hadden we wel goed. Applausje voor Henny en Kobe. Dank, dames. En jij mag op de knop klikken. Klik erop. Ja, nee, goed. Het geluidseffect van deuren die openen in is eigenlijk het in een Russische trein. Hoe heet die film nou op? Zeg het eens. Weet ik veel. Star Trek. Oh, ik heb Star Wars. Oh, ik heb de Matrix. Hoeveel dingen kunnen er in een trein gebeuren? Ik weet hem. Nou, laat me zien dan. Kijk, ik wist, al geen idee hebben die film, maar ik hoor net Roel Star Shrek zeggen. Dus dat Shrek 5 is dat. En ik denk het doortrekken, man, in zo'n trein, weet je wel. Oh. Helemaal niet gek. Dat is niet gek. Ik denk dat dat misschien wel is. Dat is helemaal goed. Ik had ook doorspoelen van het toilet. Echt? Ik dacht dat het Star Wars was en remmen, maar goed. Dus jij hebt zeg maar het openen van de deuren in Star Trek, of het dichtdoen van de deuren in Star Trek is het dicht. Zullen we op die knop klikken? Ik ben gewoon benieuwd wat het is. Het is Star Trek. Het is sowieso doorspoelen, weet je wel. Roel Star Trek? Nee! Wat ziek! Luister eens. Ja, leuk hè? Ja, leuk. Dat was het eigenlijk? Star Trek. Bankzitters. Nee! Dat jullie best fan van mij zijn. Nee! Ik om een filmpje voor jullie in te spreken. Natuurlijk bekend als trainer van FC Twente nu. What the fuck? Maar ik heb ook nog wel een andere passie en dat is muziek. Ja, dat heeft hij natuurlijk niet zelf dus geknipt. Voor wedstrijden vind ik altijd heerlijk om muziek van bijvoorbeeld Bob Dylan echt een held te draaien. Maar ik heb voor jullie een vraag. Welke band of welke muziek inspireert jullie het meest? Hey! Hij is zo cool, man. Ron Jans, man. Hey Ron, shout naar jou. Leuk dat je mee hebt gedaan. Hey, mag ik dit filmpje? Dan kan ik in mijn eigen video. Hey, Bankzitters. Welke muziek ons inspireert? Je moet bedenken, wat komt echt bij je binnen tot in het diepst van je ziel? Oh ja, dat weet ik wel. Zo moet je nadenken. Het is niet alleen dat je een lekker nummertje vindt, maar wat komt nou echt, wat zou nou het nummer zijn wat jouw leven samenvat? Want wat heb je ook nodig soms, als je even down bent? Ja, wat trekt jou dan doorheen op de moeilijke momenten? Nou, dat weet ik het wel. Volgens mij hebben we allemaal iets heel anders. Maar hopen, ja. We hebben allemaal onze eigen ziel en eigen gevoelens, man. Ik vind Pitbull en Shawn Mendes heel hard. Maar Danza Koduro, die komt er gewoon anders in. Ik heb alleen... Danza Koduro! Verkeerd geschreven. Danza Koduro. L'amour toujours. Is dat goed gespeeld zo? Heel goed, ja. L'amour toujours. Ik had mooi met dat heb jij gedaan. En dat nummer gaat dus over jou, toch? Ja, als ik dat hoor, echt tranen in mijn ogen. Dat is die van... Dat is niet. Maar als we serieus, nog even serieus willen antwoorden. Welke muziek vinden jullie echt mooi? Gewoon mooi. Ja, dat is een verschil. Kijk, je hebt ook wel eens die plaatjes die gewoon lekker zo... Met het dakje open op de snelweg zeg maar even aan dan knallen, weet je wel. Dat is niet alleen... Nee, dakje open. Wat denk je, wat raak je al, weet je wel? Weet je, dat is van Henkie T. Nee, dakje open is van Kevin. Ja. Nee, en nummer wat mij echt raakt, Let Her Go van The Passenger. Ja, dat zou... Ja, of Payphone. Payphone. Dat is mijn vibe. En ook nog Slow the Reaper of normaal. Ja, liefst wel. Ook normaal. We kunnen niet serieus zijn, dus laten we maar gewoon weer op de knop klikken. Van mij moet wel vragen. Zijn we klaar? Ja, over muziek die mij raakt gesproken. Ja, is deze cheesy bloot of niet? Over cheesy gesproken. Ik ben er wel nu al klaar mee! Ron Jans lied staat op het moment dat jullie dit kijken weer online. Fantastisch nieuw. Jij wordt bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Knop. Wij zijn de Bankzitters. Abonneer hier op het Amazon Prime Video Nederland kanaal en op het Bankzitters kanaal. Want ja, waarom ook niet? Nee, je moet je nog betalen. Leuk. Abonneren is... Hey joh, abonneer even. Abonneren is niet vies, even kijken. We zullen nu weglopen, alsof het NOS-journaal is.